Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Dit is weer een review video. En we gaan vandaag de Goalie Sports Elite Catch Pro Grip behandelen. Deze handschoenen heb ik gekocht bij de Keepers Battle in oktober. Nou, ik keep er mijn wedstrijden mee en de training op zondag. De wedstrijden die ik ermee gekeept heb, waren best wel intensief. En de training op zondag duurt 1,5 uur. En die is ook best intensief voor je handschoenen. Ik heb ze in een handdoek, omdat ze dan langer goed blijven. Het foam gaat niet aan elkaar plakken. En als het foam nat is, kan het drogen in de handdoek. Wil je die video daarover zien? Klik dan even op het belletje hier rechtsboven. We gaan ze nu uit de handdoek halen. De handdoek gooien we even weg. Nou, de buitenkant ziet er best wel goed uit. Dan gaan we naar de binnenkant kijken. Dit is de handschoen voor mijn rechterhand. Nou, het foam ziet er nog best wel goed uit. Ik heb er zo'n 10 tot 12 keer mee gekiept. En alleen hier bij de handpalm is een beetje wat te zien. Gaan we naar de linkerhandschoen. Hier is de buitenkant ook best wel intact. En dan kijken we naar de binnenkant. En die is ook best wel intact. Als je dat vergelijkt met de normale Elite Catch, dan slijten deze iets minder snel. Ik heb bij de normale Elite Catch ook een keeperskamp gehad en zo. Dus dat is meer actief voor je handschoenen. En hier heb ik maar 10 tot 12 keer mee gekiept. Dus dat valt heel erg mee op zich. En ze slijten niet zoveel. Het zijn natuurlijk de Pro Grip. Dus ik had er wel wat van verwacht. Nou, het komt wel overheen met wat ik verwacht had. De grip is echt goed. Bij oefeningen waarbij de bal moest vangen, had ik alle ballen klem. Natuurlijk kan ik zelf ook wel normaal een bal vangen. Maar het gaf toch wel het gevoel dat de handschoenen daaraan meewerkten. En dat je ze makkelijker klem houdt dan bij de gewone Elite Catch. Ik heb met deze handschoenen wedstrijden gespeeld en op zondag getraind. Maar ik heb met deze handschoenen ook getraind in het Heracles Stadion. Jullie zien nu een filmpje van hoe dat eraan toe ging. Zoals jullie zagen, was die training in het Heracles Stadion best wel actief. Het waren eigenlijk gewoon alleen maar keepers battles en net zo'n 1,5 tot 2 uur lang. Het Heracles Stadion heeft kunstgras. En kunstgras laat je handschoenen sneller slijten. Ik heb ook wedstrijden gespeeld in de competitie op echt gras. Het is dus ook beter voor je handschoenen. Alleen, als er modder op je foam komt, worden je handschoenen glad en is het moeilijker om een bal klem te hebben. Het kunstgras in het Heracles Stadion heeft speciale korreltjes, groene korreltjes. Die zijn minder schadelijk voor je als zwarte korreltjes. Maar dat kunstgras heeft de handschoenen ook bijna niet aangetast. Nou, dit was de review voor de Goalie Sports Elite Catch Pro Grip handschoenen. Binnenkort komt er ook een video online dat ik Elite handschoenen ga unboxen en later ook ga reviewen.
Ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Laat zeker een blauwe duimpje achter. Zou super tof zijn. Abonneer hieronder ook nog even voor meer keepers video's. Laat in de reacties ook even weten wat voor video's jij wil zien op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik alleen nog maar later.